Music was my first love and it will be my last. And after music of the future, music of the past. Major. Spotify. Ja, jeetje, lastig. Ik moet eentje kiezen? Ja. Oké. Mijn voorkeur gaat naar CD. Omdat je met CD's nog boekjes hebt en wie wat geschreven heeft, instrumentations en de producers. Alle informatie kan je vaak nog terugvinden. En dat vind ik heel leuk als een muzieknerd, vind ik dat echt. En de teksten en zo, alles bij elkaar. Ja, leuk. Miles Davis, ja. Frank. Frank. Nee, Ella Fitzgerald voor mij. Ja, jeetje, haar techniek. Zij is. Als ik nu terugluister naar haar, met waar ik nu ben. Ik weet nog op het conservatorium dat we haar dan moesten bestuderen. Haar en anderen. En dacht ik, wow, die techniek is echt beyond gestoord. Weet je? Het is niet voor niks dat ze de beste was in haar tijd. En ik vind haar een soort Beyoncé, weet je wel? Beyoncé is ook een soort, ja, dansen en zingen en het klinkt zo perfect. Dus zij is een soort standaard van, weet je, als je bijvoorbeeld zang weer gaat studeren voor jezelf, van, oh ja, waar is mijn techniek? En je luistert naar Ella, dat houdt je wel als een soort van scherp als vocalist. Oh, ik ben niet van de Hans-generatie, dus Candy Dulfer. Ah, publiek, ja. Ja, ik moet echt de mensen zien. Nee, ik ben echt wel een beetje oldschool wat dat betreft. En zelfs de new school kids, ja, je moet elkaar echt kunnen voelen. Er is in het moment van optreden, de artiest zien die jij graag ziet, meezingen met de liedjes, luisteren naar die intermezzos tussen de liedjes, de show die in elkaar is gezet, of echt in het moment. In de aanwezigheid, in de zaal, van elkaar en niet virtueel. Ja, dat is zo magisch. Ik ben niet zo van alcohol, gewoon omdat ik alcohol gewoon niet zo lekker vind, die smaak. Maar heel af en toe vind ik een goed glaasje wijn wel heel lekker. Maar echt top wijn dan ook gelijk, hè? Dus ja. Sneakers. Ja. Hallo. Thais, for sure. Ja. Niet in combinatie met zingen. Allebei niet. Fastfood is vet. En goor. En je voelt je vies daarna. No matter what mensen zeggen. Die daarvan houden. En Thais eten. Ik ben zelf een Afrikaanse. Dus Nederlands met Afrikaanse roots. En Cameroen. Om precies te zijn, want Afrika is geen land. Maar, dus ik eet heel graag pittig. Ik maak zelf sambal, heb ik van mijn moeder geleerd. Dus alles wat pittig is, waar het vandaan komt, vind ik allemaal lekker. Maar voordat ik ga zingen, nee, niet. Ja, de vraag die ik vaak krijg, hoe lang ik muziek maak, professioneel, voor mijn gevoel, sinds 2006. Sinds 2006 zou ik wel kunnen zeggen, omdat ik toen met mijn toenmalige producers zelf hun eigen beheerste cd'tje hadden gemaakt. Een soort serieuze demo. En twee jaar later mocht ik met twee liedjes die daarop stonden met The Mighty Eight. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, was dat Javanka bij ook, Sabrina, Senna, nou ja, een paar andere meiden. Dus voor mijn gevoel sinds 2006. Dus ja, lang zat. Mijn liefde voor muziek komt. Ik heb vaak dat liedje Music Was My First Love. Ik weet niet of dat de titel is, maar het gaat nu. Music was my first love, and it will be my last. En echt, the music of the future, music of the past.
dat is voor mij, ik vind dat zo'n mooie tekst. Dat ik als klein meisje in het dorp waar ik woonde, ik heb het gevoel dat ik daar verliefd ben geworden op muziek. Ik heb het ook vaker verteld in de interviews. Omdat het echt een gevoel, een soort vlindergevoel was in mijn buik als ik muziek hoorde. En dat was dan voornamelijk balafon, dus traditionele muziek eigenlijk, en trommels. Dus veel percussie, traditionele percussie. En ja, dat zijn mijn vroegste herinneringen. En gezangen in de kerk. Dus ja, ik vond het zo mooi om, als er gebeden wordt, gebeden werd toen de tijd, dan kwam iedereen erbij. Een andere stem, tweede stem, derde stem enzovoort. Dus echt harmonie en ritme, eigenlijk die twee, daar ben ik als heel klein meisje heel erg verliefd op geworden. Het is op en neer gegaan. In het begin heb ik eigenlijk als heel prettig ervaren, omdat ik net uit een vrij drukke periode kwam met een theaterproductie. Een nieuw plaat. En die theaterproductie was een hele grote productie en die ging eigenlijk zo qua populariteit en succes. En ook ja, intense repetities en was gewoon en ook intens leuk. Intens druk. En daarbij wou ik nog mijn eigen ding doen. Dat wil ik altijd blijven doen. En dat was best wel veel. Ik heb ook nog een gezin. Wat ik heel belangrijk vind, en heel veel andere muzikanten ook, is hoe je ontvangen wordt. Dat je niet ontvangen wordt als een soort, als een soort, alsof je eigenlijk niet welkom bent. Ik ben een van de gelukkige artiesten die op het festival mag staan. Ik ben echt oprecht heel blij, is een understatement denk ik. Maar ja, ik zal er staan met mijn band XL. Er zijn blazers bij en het is een groovy set. Een set waarin ik gewoon het leven wil vieren. En de muziek vooral wil vieren. En Amersfoort Jazz staat daarvoor. Dus ik ben blij dat ik dit jaar samen met mijn band, met mijn XL band, ben uitgenodigd. En jullie zijn ook uitgenodigd om met ons te komen feesten.